Helemaal en welkom weer terug op het kanaal van Your Today met vandaag een nieuwe aflevering voor Thank You Next. En ik ben met Thomas. Hey! En wat vandaag de bedoeling is dat wij meerdere stellingen krijgen over het onderwerp. Vreemd gaan. En als je het ermee eens bent, hou je het bordje Thank You voor je. En ben je het er niet mee eens, dan doen we Next. Ben je klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Top, let's go. Om vreemd te gaan of om dit leven? Ja, oké. Let's go. Oké, de eerste staat erop. Maar het moet niet verder gaan dan dat. Ik moet dan denken aan wat het meest heftige vorm van flirten is. Dus ja. Stel je bent zonder je vriend of vriendin uit. Ja. En je komt iemand tegen die misschien wel enigszins interessant is, waar je gewoon mee aan het praten bent. Dat je daarmee, nou ja, aan het flirten bent. Ja, nee, ik vind dat ook niet vreemd gaan. Maar ik zou het niet chill vinden. Want ja, oké. Kijk, wat ik dus soms wel eens heb, is dat flirten niet per se, dat ik nu denk van, nou, nu ga ik eens even een potje flirten. Maar dat je meer gewoon iemand tegenkomt waar je een leuk gesprek mee hebt. En dat loopt heel goed. Nee, maar je gaat dus niet naar de club met de instelling van vanavond ga ik flirten. Nee, zeker niet als ik een relatie heb. Nee. Oké. Nee, top. Dan zijn natuurlijk. Nee, ik ga sowieso nog niet naar de club, maar ik. Oh ja. Nee. Maar ik heb ook nog nooit een relatie gehad, dus ik... Dus jij mag flirten wat je wil? Ik mag zeker flirten wat ik wil. Ah, oké. Volgende. Nee, je hoeft dit niet uit te maken. Maar het ligt eraan of je ook nog actief is, zeg maar. Kan je profiel zeg maar op onzichtbaar zetten? Dat kan. Maar dan heb je dus in principe geen Tinder profiel meer. Of tenminste, dan is het er nog wel, maar dan heb je het uitgezet. Ja, oké. Okay. Ik denk als jij een relatie hebt en die ander zit op Tinder en die komt daar nog gewoon voorbij. Ja, nee, dan moet je het dan zeker. Dan gaat er iets niet goed, hoor. ik denk dat je dan wel even moet twijfelen aan je relatie. Heb jij dat gedaan ooit? Ik heb nog nooit een Tinder date gehad. Nee, heb je ook nog nooit op Tinder gezeten? Ik heb wel eens opgezeten, gewoon om te kijken hoe het werkte toen het net nieuw was. Ja? Maar ik heb er nooit echt actief iets mee gedaan. Dus diegene moet het gewoon uitmaken als hij Tinder heeft? Ja. Ja, we zijn wel afgedwaald, maar inderdaad ja. Ja, nou ja, het maakt het misschien slechter. Het is niet slecht, maar ik denk dat het wel invloed heeft. Ja, ik denk het ook wel, maar dan gaan we wel een beetje diep. Want ik denk sowieso, social media heeft er wel voor gezorgd dat mensen zoveel meer spanningen en temptations krijgen van alle kanten. Je ziet zoveel mooie vrouwen overal elke keer in bikini voorbij komen. Ja. Door social media. Veel meer dan vroeger, denk ik. Ja, maar stel je ziet, ze lijkt foto's van jongens, maar vooral foto's van jongens zonder shirt en zo. Ja, in principe niet, tenzij ik elke keer zou zien dat het dezelfde is. Ja. Weet je wel, dat één jongen elke keer, alles wat hij post, dat lijkt ze. Ja. En dat, in mijn relatie de vorige keer had mijn vriendin dat bij mij terug, omdat ik blijkbaar, zonder dat ik het door had, lijk ik altijd van hetzelfde meisje in de foto's. Maar zij had helemaal zo'n ding bedacht van, hey, zij lijkt altijd haar foto's en ik ga het dus in de gaten houden. Toen ging ze in de gaten houden, toen was het dus blijkbaar zo. Ja. En op een gegeven moment heb ik dat wel gehoord, maar ik ben nu vrijgezel. Dus je bent nog steeds je foto's aan het liken? Ik ben nog steeds haar foto's aan het liken. Maar nu wel met de bedoeling van, nou misschien valt het haar een keer op. Ja, misschien wel. Ja, ja. Nu wel. Nu. Ik ga ervan blozen, joh. Oké, niks aan de hand. Ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen. Jij gaat eerst. Of jongens het leuk vinden misschien? Dat je toch wel denkt van misschien is het spannend om toch met andere meiden te praten terwijl je een relatie hebt? Ik heb in een relatie gezeten waar we allebei een keer vreemd zijn gegaan. Ik kan vertellen dat het houdt voor altijd een soort van litteken op je relatie. Ja, dat ze toch nog misschien wel. Misschien als je ook een lange relatie hebt, dat je denkt van ja, ik heb eigenlijk alleen maar dingen met jou gedaan. Ik wil ook wel eens wat anders proberen. Ja, en daar komt er geen liefde bij kijken, maar dat is dan puur lust of zo. Dus één keer in een relatie vreemd gaan is altijd in een relatie, blijft een soort van litteken, zoals je zegt. Ja, dat denk maar ik in een nieuwe relatie geldt dat niet. Nou, dan ga je weer een nieuwe relatie in en dan. Kijk je of er weer een litteken hier komt? Nee, ik ga nu niet meer vreemd, dat weet nee? ik wel. Dus okay. Of ik neem een open relatie of ik neem geen relatie, of de relatie is zo goed dat ik zeker weet dat er niet vreemd wordt te gaan. En als dat wel gebeurt, is het klaar. Ik sta bij hetzelfde standpunt. Laten we het daarop houden. Ja? Kijk hem aan. Ja. Thank you zeggen, want ik heb dit dus meegemaakt. Maar het is voor iedereen verschillend, maar voor mij is het nu, ik heb er zo diep in gezeten, in het hele vreemdgaan gedoe, dat ik dat echt niet meer wil meemaken. Dus, nee. Maar heb je er zeg maar over getwijfeld, want zij is ook vreemdgaan, heb je er over getwijfeld om te zeggen van, nou, ik weet het niet? Ja, zeker weten. We zijn ook even uit elkaar gegaan en toch weer bij elkaar gekomen. Dus maar je had dus niet gelijk dat je, je hebt er vergeven, maar het was niet dat je gelijk dacht van, nou, oké, we gaan weer door. Kan ook wel, je kan elkaar vergeven, maar ik wil dat niet meer. Ik wil of volledige relatie of
een relatie waarin het een soort van mag, weet ik veel. Ik weet het niet zo goed. Ik ben helemaal... Alles mag en kan. Alles mag en kan. Nou, dan moet je ook niet zeuren. Of een relatie waar het volledig niet mag. Mm-hmm. Maar ik heb geen zin meer om te vergeven. Oké, okay. Dus je zou iemand nooit meer kunnen vergeven, is waar. Ja. Je hebt een... moet je andersom doen. Ja. Ja, next. Oké, okay, ja, nee, oké. Okay. Dus dan zou je het wel zeggen? Ik zou het wel zeggen. Ja. Maar, dan is de vraag, zou je het op dat moment zeggen of zou je het achteraf zeggen? Terwijl je bezig bent en even opbelt. Nou, wat ik nu aan het doen ben, ik struikelde en dan denk ik... Ja, nee. Dus ik weet niet hoe het kan gebeuren, maar ik denk dat we moeten praten als ik erin kom. Ja. Nee, ik heb het toen meteen opgebiecht. Meteen de volgende dag. Het was gebeurd en ik voelde me zo schuldig. Ik had die nacht niet geslapen. De volgende ochtend heb ik opgebeld en gezegd... Ja, ik denk dat ik het zelf niet zou kunnen om het niet te zeggen. Dan heb ik liever dat je het eerlijk zou zeggen, als dat je er op een of andere manier zo tussendoor glipt en dat ze erachter komt en dat je dan voor eeuwig ruzie hebt. Ik denk dat je daar meer aan overhoudt, is dat je het gewoon zegt. Ik zou het gewoon zeggen. Next. Ik zou het ook zeggen, want dat heb ik ook zo aangepakt. Een bordje heeft twee kanten en alsnog kan jij hem zo laten zien. Ja. Oh, hier moet je me vasthouden. Oké. Okay. Nee. Echt? Ja, wat dacht jij? Dat ik er anders in zou staan? Ja, dat dacht ik. Ja, nou, het is gewoon iets wat denk ik wel gewoon mensen gelijk in hun hoofd hebben. Als je het over vreemd gaan hebt, denk ik eigenlijk altijd dat mensen gelijk aan jongens denken die met een ander meisje gaan. Meisjes ik denk niet gaan dat vaker het daadwerkelijk vreemd. Zo is. Gaan meisjes vaker vreemd? Statistisch gezien gaan vrouwen vaker vreemd dan mannen. Maar jij bedoelt dan vrouwen gaan eerder vreemd zonder dat iemand het weet? Of ook gewoon echt in het algemeen? Ja, ik denk ook wel dat ze het meer doen. Mannen doen het ook met een andere instelling. Mannen doen het, als het gebeurt, puur op lust. En vrouwen, daar zit veel meer gevoel en gedoe achter. En... Ja, oké. Okay. Vrouwen, ik snap wat dus je ook als vrouw. Ja, dus ze staan er ook anders in. Maar volgens mij gaan vrouwen vaker vreemd dan mannen. Maar ik weet niet of ze vaker vreemd gaan. Ik denk wel dat ik standaard een vooroordeel in mijn hoofd heb van jongens gaan vaker vreemd. Maar als ik er echt zo over nadenk, denk ik van ja, dat zal vast wel niet zijn. Dus ik hou mij next. Ik heb dat wel. Nee, dat heb ik niet per se. Ja? Niet per se aantrekkelijk, maar op een of andere manier vind ik altijd jongens knap die al een relatie hebben. En dan denk ik, nou... Vrouwen gaan wordt onbereikbaar. Ja, echt? Vrouwen zijn ook altijd verliefd op die jongen uit die film. Nee, dat heb ik dus echt niet. Maar ik heb wel gewoon, zeg maar, als ik dan een jongen zie, dan denk ik, ja, maar jij hebt een relatie. En dan wil je het juist extra graag. Ja. Ja, ik denk dan juist van, ja, shit. Laat maar zitten. Ze heeft een relatie, dan ga ik... Ja, dan ga ik maar de foto's liken. Ja. Wachten tot het uit is. Ik ben al 3 jaar aan het wachten. Je dag komt. Maar wat was nou je antwoord? Oh ja, ik had volgens mij een next. Omdat ik liever heb dat, als ik een meisje zie die ik leuk vind. En ik ga erop af en denk, hey, hoi, hoe is het? Hey. En ze zegt, hi, ik ben single. Dan vind ik dat leuker dan als ze zegt, nee, ik heb een vriend. Nou, dit was de video en we zijn erachter gekomen hoe jij over vreemd gaan denkt. En we hebben best wel jouw hele storytime gehoord. Maar we hebben ook weer een prijsvraag van deze week. En dat is hoe vaak Thomas next heeft gezegd. Ik zou het niet meer weten, maar laat het weten in de reacties. En je maakt kans op een Nick en Nick outfit. De winnaar van vorige week staat hier in beeld. Vergeet natuurlijk niet het duimpje omhoog te doen. Te abonneren op Your Today. En dan zie ik het ook snel weer. Doei doei! Ciao!